Meneer Pastoor, Palmpasen, wat is dat eigenlijk? Ja, dat is weer de begin, het begin van de Goede Week. Dat Jezus Jeruzalem binnentrok. En als koning werd hij binnengehaald, uitbundig met het zwaaien van palm. Takjes. En tegenwoordig maken de kinderen op school of thuis prachtig van die palmpaarse stokjes. Een kruis versierd met fleurige bloemen, papier en snoepje en groen of met zo'n haan erop. En laten zien dat zij ook Jezus willen verwelkomen. En daarna, na afloop van de viering, brengen de kinderen de palmpaarse stokje naar huis en of naar een van de mensen die het nodig hebben. Je hebt een palmpaarse stok gekregen. Alsjeblieft. Loop het water. Ja, zeker, zeker. Zieken, ouderen, eenzamen, die krijgen dan misschien zo'n palmpaarse stok. Ja, dat klopt, ja. Ik heb gisteren meegemaakt, ik was gisteren bij mijn tante, haar man is pas overleden, van een buurmeisje, die heeft zij gisteren al een palmpaarse stokje gekregen, want ze komen vandaag niet naar de kerk. Maar dat heeft haar heel erg goed gedaan, dat er iemand, en zeker het kind, aan je denkt. Van wie heb je die stok gekregen? Van wie heb je die palmpaarse stok gekregen? Ik weet het niet meer. Kwamen kinderen dat brengen? Ik denk het. Maar ik weet het niet meer. Nee, wat leuk. Ja. Ja, het is niet leuk dat je het niet meer weet, maar het is wel leuk dat ze het kwamen brengen, hè? De kopie is niet goed. Dat mag ook wel. Hoe oud ben je inmiddels? Ik ben het al kwijt. 96. Ja. Bovenop die palmpaarse stok zit een broodhaantje. Ja. Wat is het symbool daarvan? Ja, het kruis is het symbool van het lijden, sterven van Jezus. Maar de haan boven het kruis of de stok, dat zie je ook op verschillende kerken. Dat is symbool van de vrijheid van Christus. De haan kraait. Ja. Zelf heb ik ook een haan en een kip in de tuin lopen. En 's morgen vroeg, en zeker nu, hoor je die haan heel vroeg kraaien. Ik word er wakker van. Dus de haan die kondigt je opstanding, je wakker worden, je nieuw leven aan. We zijn hier op Palmzondag. Palmzondag is het begin van de laatste week. De Goede Week voor Pasen, wat om de weekend gevierd wordt. En vandaag gaan wij Christus verwelkomen in het land. En dat gaan we nu vandaag zo zien. U ziet hier op een tekening van het boekje. Ja, samen met de kinderen. En alle kerkgangers gaan we straks de tuin in om dat te vieren. Het is de start van de Goede Week. Ja. Wat zijn de andere hoogtepunten in zo'n Goede Week? Ja. Een Goede Week gebeurt ook. Witte donderdag dat Jezus voor het laatst met zijn leerling aan tafel was, hè, het laatste avondmaal. Daar nam hij afscheid van zijn leerlingen. Dan vierde ook de dienstbaarheid. Jezus waste de voeten van zijn leerlingen op Witte donderdag. En op Goede Vrijdag dan vieren we de dood. Hè, dat Jezus voor ons het leven heeft gegeven, de dood. Dan lopen we 's middag de kruis weg en 's avonds doen we de verering van het kruis. En na de Goede Vrijdag heb je Stille Zaterdag, dan ligt Jezus als het ware in het graf. Dat is stil, daar word je stil van. En met Paas vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. Vieren we dat hij verrezen is. En met hem zullen wij ooit verrijzen. Thank you.
Dank u wel en een goede week. Dank u wel, u ook. Ik wens, dank u wel voor uw komst. Ik wens ook alle mensen die hiernaar kijken een stukje hoop en bemoediging.